Voor een hele lange tijd heb ik gedacht dat ik de grootste YouTuber was van België. Nu weet ik dat dat bullshit is. Ik ben helemaal niet de grootste YouTuber van België. Het was het enige wat ik had. Ik dacht dat ik subs had, ik dacht dat ik alles had, maar ik was verkeerd. YouTube is anders. Ik dacht dat ik iets betekende in mijn leven, dat ik iets had bereikt in mijn leven, dat ik iets gedaan had waar ik elke ochtend voor kon opstaan en waarvoor ik blij was. Blijkbaar is het niet waar, ik ben niet de grootste vlogger van België. De Kids' Choice Award voor bekendste vlogger. Het betekent niks. Ik ben niet de grootste YouTuber van België. Dat is vandaag nogmaals bevestigd door de belangrijkste krant van België. De King Lert van de normale mensenwereld. 10.000 volgers voor ons saai leven. Jolien en Jeno zijn de populairste dagelijkse vloggers van België. Ik vlog ook dagelijks. Oké, voor we beginnen aan deze video. Jullie zijn naar deze video aan het kijken, dat weet ik. Dat is nice. Hallo. Blijf zeker een duimpje omhoog. En dan ga ik een giveaway doen van pasfoto's. Jullie kunnen mijn pasfoto's winnen. Smash je duimpje omhoog en laat weten waarom jij pasfoto's wil van mij. En eerst en vooral de pikvis van de dag. Dit is een fucking taart. Ace, waar de fuck is de pikvis in die taart? Hij staat erop. Ik wil een dik shout-out doen aan de meisjes die mij deze taart zijn komen brengen. Ik weet niet wat jullie naam is, maar de pikvis is wel mooi. Snap je, als je dan toch naar mijn huis komt en iets doet wat ik echt niet leuk vind, neem dan op zijn minst iets mee, snap je? Neem dan iets mee wat je... Oké. Jeno en Jolien zijn de populairste dagelijkse vloggers van België. Dat meisje is dus een zeemeermin en die jongen staat in de meest comfortabele vlogpositie van heel de wereld. Zo vlogt iedereen. Half jaar nadat Jolien van der Steen en Jeno Hallaert hun eerste vlog op het internet plaatsten, hebben ze al meer dan 10.000 abonnees. Ze zijn daarmee de populairste dagelijkse vloggers van België. Elke dag filmen ze zichzelf om er een reportage van op YouTube te plaatsen. Een reportage. Dat is het nieuwste woord dat ik ooit heb gehoord voor vloggers. Vanaf nu zijn het dus geen vloggers meer die vloggen wat ze doen. Ze maken reportages. Laten wij even checken of deze reportages aangenaam zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat hun kanaal geweldig is. Banner. Toch wel een 9 op 10. Ik vind dat het contrast heel mooi is. Goed gefotoshopt. Het is duidelijk. Profielfoto. 9 op 10. Cute. Nice. Thumbnails. Ik zie geen rode pijlen. Ik zie alleen maar tekst en grote omleidingen. Dat is nice. Dat vind ik perfect. Grootste vloggers van België. En tot nu toe heb ik niks om daarop aan te vullen. Ik bedoel, ze zijn de grootste vloggers van België met 1000 views per video. Jullie doen het goed. Top. Oké, maar nu is het belangrijkste stuk aangekomen. We gaan een review doen op het belangrijkste van hun channel. De vlogs van de bekendste vloggers van België. Zij vloggen ook in het Vlaams en zij praten Vlaams. Dus waarschijnlijk verstaan jullie er geen hol van. Maar oké, Vlaams. Goedemorgen, welkom op ons YouTube kanaal. Wij zijn nog altijd heel erg druk bezig om ons huisje in orde te krijgen. Maar kijk, Jeno is hier nu momenteel... Hey, Jeno! Jeno! De mannelijke grootste dagelijkse vlogger van YouTube. Hallo, hij is aan het werken. Dit is ook de meest typische non-copyright sound muziek die ik ooit heb gehoord, maar... Er is een timelapse. Casey Neistat kan hier nog veel van leren, bedoel. Het stopt ook niet. Het blijft doorgaan. Het blijft doorgaan. Mijn vegetarische rapjes zijn... Ach, fuck. Het zijn vegetarische raps. Heb je no hate naar vegetariërs of zo, maar... Het zijn dus gewoon broodjes met groenten tussen. Nice. We hebben hier een stuk trap en dan hebben we gang. Nou, dit zijn de grootste YouTubers van België. Dit is geweldig. Dit zijn de vloggers die we nodig hebben in België. Dit is kwaliteit. Enzo Knol. Dit is jouw concurrentie, ja. Dit. Gewoon onkel en oom. Dit is jouw concurrentie. Ik ben enkel alleen maar tante geworden. Nice. Dacht je nu dat het hierbij blijft? Dacht je dat ik één saai channel review ging doen? Dat dacht ik ook. Tot er opeens iets in mijn hoofd kwam en dat ik dat meisje herkende van ergens. Dat ik dacht van, waar heb ik haar al eerder gezien? Waarom ken ik haar? Heb ik ooit naar hun dagelijkse vlogs gekeken? Ze zitten al op nummer 168 en ik dacht, misschien heb ik elke vlog gekeken, maar wist ik het niet. Nee. Kijk, deze chick is niet zomaar een chick. Deze chick heeft al moves gepoeld waar wij als Belgen trots op moeten zijn. Ze heeft zo een challenge gedaan met haarzelf, snap je? Dat heb ik gevonden op internet. 24-jarige model Jolien van der Steen. Voor de mensen die niet weten, Jolien van der Steen is de grootste dagelijkse vlogger van België. Ze postte een filmpje op YouTube met de boodschap dat ze dit jaar nog trouwt als de Belgen het WK winnen. Belgen hebben het WK niet gewonnen. Denk ik dat jaar? Nee, ik denk niet dat we gewonnen zijn. Ze uploaden dus elke keer een hele leuke video voor de Belgen echt speelt. En ik denk dat jullie ook kijken naar wat ik op dit moment aan het kijken ben. Want... Nee, oké. Hoi, ik zit hier al klaar in mijn supporters outfit
Want vanavond zullen de Rode Duivels opnieuw... Kijk, ik versta hier ook geen hol van. Ik weet niet welk accent het is, maar zelf ik, goed opgevoede West-Vlaming, versta hier geen hol van. Maar ik probeer het te... Oké. Laat ons hopen dat we het WK winnen, want als België het volledige WK wint, dan zal ik in 2014 nog trouwen. Ik heb hier al een ring. Ik moet alleen nog iemand zoeken die dat de ring past en hopen... Kijk, hier zegt ze dus, als de Belgen in 2014 het WK winnen, dan trouwt zij met iemand random die ze nog niet kent. En dat is waarschijnlijk haar vriendje nu, waarmee ze de grootste vloggers van België is. Kijk, en dit ziet er een normaal filmpje uit, snap je? Daar heeft ze gepost voor België tegen Rusland speelde. Laat ons vanavond de Russen een poepie ruiken. Go, 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 Belgium! Ik snap waarom ze de grootste vlogger is van België. En mijn broek snapt ook. Grootste dagelijkse vloggers van YouTube België. Dus deze chick. En dit staat echt wel op YouTube. Dit is concurrentie voor Enzo en D. Stel je voor dat D zo'n video maakt dat ze daar ineens staat. Al die tieners die video's kijken, ze voelen ineens een paal in hun broek. En ze hebben dat nog nooit gevoeld. En ze denken van, what the fuck? Dit is de grootste Belgische vlogger van België. Ik ben een trotse Belg. Elke keer. Weer. Kijk, het boeit mezelf niet wat ze zegt in deze video, maar... Kijk, sorry, maar het valt me gewoon op, oké? Okay? Mijn ogen kunnen niet... Dit is dus de video waarover ik het had in het begin. Jolien heeft een hele belangrijke mededeling. Als jij een paal in je broek voelt, zet deze video even op pauze. Neem even een plaspauze of zo en... Ja? Als je er klaar voor bent, dan gaan we. Als België het WK winnen, doen we het volledige wereldkampioenschap en niet enkele maar deze match, maar gewoon het hele kampioenschap winnen, dan trouw ik. In 2014 nog. Oké, ze heeft het gezegd. Als de Belgen winnen, dan trouwt ze. Zo is ze bekend geworden. Ik ben zeker dat de mensen die hebben meegedaan aan haar wedstrijd, aan haar giveaway van haar leven om dan te trouwen, maar niet echt getrouwd zijn maar omdat ze support voor de Belgen of zo, of omdat ze mooie kaken heeft of zo, maar waarschijnlijk omdat ze... Daarom? Snap je? Dit is de grootste vlogger van België. Dit is wat we nodig hebben in België. Sexappeal. Het stopt niet! Het stopt niet! Zoals sommigen van jullie misschien dat mijn... Doe die ballen weg! YouTube-kanaal al hebben gezien, is het voor mij... Doe die ballen weg! Want ik ben maar net in Zuid-Korea geweest. Toch hoop ik dat onze Rode Duivels winnen. Want indien de Rode Duivels het volledige WK winnen, dan zal ik nog trouwen... Ik kan dit zelf op YouTube. Als ik per ongeluk mijn bil split in een video laat, dan wordt mijn video geband in 93 landen. Ze houdt gewoon twee voetbalballen voor haar ballen. Ja, ik snap waarom ze de grootste vlogger van België is. Kijk, ik support je. Jolien, ik support je. Sorry dat ik je man hier niet echt bij betrek bedoel. Je kijkers kijken niet voor je man, ze kijken voor jou en voor jou twee. Dingen. Ik bedoel, voor de mensen die nog iets weten van het WK, Jolien was helemaal niet de WK-chick. De WK-chick was Axel de Spiegelare. Hoe kan iedereen haar vergeten zijn? Zij had niet haar dingen nodig om... Oké, misschien wel een beetje, maar... Dit is de WK-chick. Dit is de Belgische WK-chick. Niet iemand die... Artette showde gewoon elke video. Toch even zelf toe dat ze een fucking saai leven hebben. Wel, voor de allereerste keer in mijn leven dat ik een artikel zie in een krant. Waar dat gewoon niet over fucking geld gaat. Oké, never mind. In het buitenland zijn sommige vloggers zo populair dat ze er een brood mee kunnen verdienen. In het buitenland. Ik woon ook al niet meer in België. Nee, oké, ze hebben wel gelijk. Ik verdien mijn brood er ook niet mee. Het enige wat ik kan kopen is... Niks. Oké, het maakt niet uit. Het maakt me allemaal niks uit. Zij zijn de grootste vloggers van België. Ik niet. Grootste vloggende chick van België staat in 1000 video's maar tette bloot op YouTube. Het mag. Het mag allemaal. Ik ben niet gefaild in mijn leven. Misschien moet ik ook gewoon naakt gaan. Of mensen inhuren om naakt in mijn video's te komen. Ik vind het niet erg dat ik niet de grootste dagelijkse vloggende vlogger ben van België. Ik wel erg vind. Ik vind helemaal niks erg. Ik vind het gewoon jammer dat de krant mij nooit interviewt en dat niemand herkent dat ik de grootste... Ik ga gewoon nog een vlog kijken van deze mensen. Dit is wat ik wil zien. Dit is kwaliteit. Ik kan niet... Dank om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik ga... Even weg. Tot de volgende keer. Bye.